Iedereen en welkom bij Ben je nog aan het kijken? De podcast waar ik, uw host Xander de Rijke, iedere week praat met gasten over hun favoriete televisieprogramma. De show waar we deze aflevering over hebben is De Kat. Een Vlaamse jeugdreeks over een milieuactivist die verkleed als een kat het opneemt tegen een lokale industrieel Oscar Diaz. De 13-delige reeks is geschreven door Louis de Groof, die ook scenario's schreef voor Jan zonder Vrees en Kapitein Zeppels. De Kat is ook geregisseerd door Senne Rouffard, die ervoor Kapitein Zeppels gespeeld heeft. De reeks is voor de eerste keer uitgezonden in 1973 en blijft tot op vandaag geliefd bij de volledige generatie X. Ben je nog aan het kijken? Mijn gast vandaag is een acteur, comedian, DJ en televisiepresentator. Jullie kennen hem van Man bijt hond, Het Peulengaleis, Alles kan beter, Aspe, Comedy Casino, Switch en Sorry voor alles. Als dat nog niet genoeg is, heeft hij al 5 zaalshows gemaakt, is hij DJ bij Discobar Galaxy en is hij nauw bevriend met een van de kapiteins die het schip van Sinterklaas besturen. Een man die ik al even lang ken als dat ik comedy doe. Adriaan van den Hoof. Ja, maar jij hebt ook een bril. Ja, ik heb een bril. Voor als ik thuis ben. En dat is al een tijdje, dus... Maar jij bent nog niet zo oud en je hebt toch al een bril. We zouden eigenlijk al beter beginnen, eigenlijk, want dit is al een heel interessant gesprek, eigenlijk. Hè? Ik ben al aan het opnemen, gewoon omdat... Oké. Ik ga ervan uit dat dat een sponsor is bij u, dus ik dacht, ik ga die... Nee, helemaal niet. Nee, maar het is wel een goed verhaal. Dus, dat is een gast, dat is een dude. Hè? Dus ik moest een bril hebben. Dus ik ging naar mijn optieker en die meet mijn ogen en die zei... Ad niet naar de HEMA, want je gaat je ogen kapot maken. Ja. Ik zeg, oké, dat gaan we niet doen. Dus hij heeft mijn ogen gemeten en dat is een dude uit Amsterdam... Want die heet Dick Moby. En die recycleert brillen van afval van oude brillen. Oké. Dus brillen, andere brillen, daar recycleert hij dat van. Hij wou eigenlijk eerst, dat is een surfer. Hij wou eerst brillen maken uit plastic van de oceaan. He? Niet dat ik zo'n groene jongen ben, maar ik vond dat een goed idee. Mm-hmm. Maar dat ging niet. Want dat plastic, dat gaat niet. Dus hij maakt nu brillen uit afval van andere brillen. En ik vond dat een grappig idee. En ook gewoon die naam is goed, Dick Moby. Maar die sponsoren niet, maar ik koop dat gewoon. Dat is een goede DJ-naam ook. Een DJ-naam ook eigenlijk, Dick Moby. Wel, een goede DJ-naam is ook DJ Jack Russell. Vind ik ook een hele goede naam. Gewoon een hond, gewoon echt gewoon een hond pakken. Ja, dat is gewoon een hond eigenlijk. Hè? Dus we hebben het over... Die heb jij ook waarschijnlijk. Ik heb de DVD-box van De Kat, inderdaad. En heb jij die nog eens bekeken of niet? Ik heb de eerste 3 afleveringen herbekeken. Ik heb het wel volledig gezien al in mijn leven. Ja, want het is uitgekomen in 1973. Mm-hmm. Dan was jij nog zaad, denk ik. Ik denk zelfs dat ik nog niet aangemaakt was als zaad, zelfs toen. Dat is 14 jaar voor ik zaad was. Ah ja, ja, maar nee, misschien waren er daar al... Het was een glinstering. Een glinstering. Het was een glinstering. Een aanwezigheid. Ja, ik was een glinstering in de ogen van mijn vader. Oké, dat is goed. Amai, dat is mooi gezegd. Ik probeer marginaliteit altijd een beetje op te fleuren met de prachtige... Ik lees uw boeken ook, dus ik weet dat. Met boeken? Ja, je hebt er 2 geschreven, hè, dude. Ja, maar dus voordat ik naar de Kat ga, want De Kat is inderdaad van 73 en jij bent geboren in 72, als ik me niet vergis. Ja. Dus jij kunt het niet première-gewijs gezien hebben. Dus ik ga ervan uit dat De Kat... ergens in uw kanon van jeugdtelevisie zit dan? Ah, wel, het is... Ik heb het opgezocht daar straks. Het is 3 keer heruitgezonden. Ja. Maar het is de enige reeks bij de VRT waar ze de meeste vraag van gesteld hebben om het heruit te zenden, blijkbaar. 79, 81 en 91. Ja. Hebben ze het heruitgezonden. Maar dus, dat was wel... Dat heeft wel mijn jeugd bepaald, want... Dus als ik dat gezien heb, dat zal dan geweest zijn in 81 waarschijnlijk. Hè? Ja. Of in 79 misschien zelfs. Nee, dat kan, 8-jarige Adriaan van den Hoof. Ja, dat zou ook wel goed kunnen.
En ja, dat had je hier nog nooit gezien, zo'n serie natuurlijk. Namelijk een soort superheld. Dus de eerste Vlaamse superheld. De eerste en de enige, denk ik. Welke is er nog geweest? Ik denk dat het aantal Vlaamse superhelden de afgelopen 15 jaar dankzij Studio 100 vertiendubbeld is. Maar, ja, maar wacht, dat zijn geen superhelden, hè? Megamind is toch een superheld? Oké. Okay. Je moet officieel voor ja, je moet gewoon. Maar ja, ik denk... Omdat iemand zich verkleedt in een kostuum en dingen doet die niet kunnen, zijn een superheld. Ja, ik denk, ze heeft cape. Ze heeft een cape, hè. Dat is weggelegd voor koningen en superhelden, hè. Een cape en een masker. Oké, okay, ja. Dat is goed. Maar inderdaad, like, voor de Nillies is dit wel de eerste Vlaamse superheld. Ja, natuurlijk. En, dus je zag dat. En ik was al... Allee, wij kochten al, of wij kregen al comics... thuis, van Batman en Spider-Man en zo van die dingen. Dus dat was een soort eerste Vlaamse Batman. Wat wel heel interessant was. Want ja, dat was binnen handbereik. Ik heb zelfs, een goeie verhaal ook, ik heb ooit in een Inno in Leuven voor carnaval een masker gekocht van Batman. Mm-hmm. Waar ik heel veel van spijt dat ik het niet meer heb. Dus een echt masker. Ja. En de oren afgeknipt omdat die te lang waren om meer op de kat te lijken. Vind ik nu heel erg, want ik had het nog altijd graag willen hebben, dat masker. Want dat was een heel schoon masker. Dat was een masker zo van de eerste reeks van Batman. Maar, ik denk dat misschien ook wel een deel van het appeal van de kat lag, is dat het ook wel een everyman kon zijn. Een beetje like zoals Spider-Man bij heel veel mensen aanslaat, omdat je niet weet wie er achter het masker zit. Ik kan 12 zijn, ik kan 16 zijn, ik kan 30 zijn. En de kat heeft dat ook zo wat. Dat is gewoon zo een dude. Die is ook niet super gespierd. Nee, maar dat is het goeie. Want in een van de afleveringen wordt er zelfs over Bruno. Hè, want die kinderen zeggen niet Bruno, die zeggen Bruno. Die twee vreselijke kinderen die daarin meespelen. Dat is toch... Ze zeggen altijd Bruno, blijf toch hier. Waar is Clovis? Dat gaat dan over die kabouter. Ook een heel raar verhaal. Maar er komt een aflevering dat iemand vraagt aan de geweldige acteur... hoe heet hem nu weer? Die de baas van de slechterikken speelt. Arnold Willems, topacteur. Ja. Hè? Dus die vraagt op een gegeven moment van... Denk jij, wat ook heel raar is, Sander... dat iedereen daar zo heel geaffecteerd in spreekt in die serie. Andrea, kan je even hier komen? Dat is allemaal zo gediftongeerd allemaal. Maar dat was dus omdat dat een Sam... Dus Senne Rouffat regisseerde dat. Namelijk kapitein Zeppels zelf. En die regisseerde dat. En dat was een samenwerking tussen het NTG en de KVS. Dus het Nationaal Toneel Gent. En het, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. En dat waren die acteurs die ze allemaal samen hebben gezet om dit spektakel te spelen. Dus die wouden allemaal zo mooi mogelijk praten met elkaar, denk ik. Hè? En, maar er komt dus op een gegeven moment... vraagt hij een slechterik in zijn oranje overal met afval, wat ook geniaal gevonden is. Die vraagt van... denk jij dat Bruno eventueel de kat zou kunnen zijn? En dan zie je zo een soort montage van die Bruno, van een oude acteur is, een beetje ferry. En dan zie je die zo morfen in dat kostuum van de kat. En dan zie je dat terug weggaan en dan zegt hij... Nee, ik denk het niet. Oh, dat is zo goed. Dat is zo goed. Dat is geniaal. Dat vind ik geniaal, zo'n ding. Maar stel... Hè, want ik heb er nog wel terug graag, heel graag naar gekeken. Ik heb ook want het zijn eigenlijk ook boeken van Louis de Groove. Ja, die boeken ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja, dat is ongelooflijk. Het is ook mijn foto, maar het is gebaseerd op een boek. Maar dan hebben ze achteraf de foto's van de serie en zo erin gestoken. Maar, want dat wou ik je ook nog zeggen, dat eigenlijk alle actie van heel de serie, hoeveel afleveringen zijn het? 13? 12 of 13, ja. 13 afleveringen, ja. Dat alle actie die in alle afleveringen zitten, zitten allemaal in de begingeneriek. Je moet daar eens op letten. Dus alle actiescènes uit heel die serie zitten allemaal in de begingeneriek. Dus eigenlijk moet je gewoon de begingeneriek zien. Mm-hmm. En klaar. Dat is eigenlijk wel, ja. Het is zo. Van het takglij, met een brommerij, met die stomme buggyrij. Het zit allemaal in de begingeneriek. Zit daar allemaal in. Ja, ik...
Ik moest heel hard lachen, want ik herbekeek de eerste aflevering. Oh. En ik weet dat zelfs in een van uw zaalshows, in het promotekstje, stelt je ook de vraag van, ging de kat rapper toen we jong waren dan nu? Tuurlijk, tuurlijk. En dat zat zo in mijn hoofd gebrand, dat zinnetje. En ik begon te kijken en dacht van, amai, dit gaat traag vooruit. Er gebeurt hier zo weinig. En iedereen is ook zo op zijn gemak. Maar natuurlijk. En ook, daar zitten shots in, dat je echt denkt, wacht even, boys. Dus daar zitten, drones bestonden nog niet natuurlijk, maar daar zitten shots in, en dat is allemaal zoom, hè. Dus ja. Dat is dan zo, dat wou ik ook nog zeggen. Dus dat is gefilmd in een dorp in het zuiden van Frankrijk. Ja. En in Mol. Ja, dat is top. Terwijl die landschappen, dat is fantastisch. Die wijngaarden allemaal en zo. Dat is niet in Mol, hè. Dat is waanzin. Omdat dat zo begint met de Molenbeek, wat zo'n typische jommeke, susken en wisken naam is voor een dorp. Keihard. En de Molenbeek. En dan ergens in die achtervolging morft dat naar zo'n soort van Marslandschap. Mm-hmm. Dat je denkt van, maar waar ergens precies in de Kempen speelt zich dit af? Dat is ongelooflijk. De Kempen zijn zo plat als iets, hè. Ja, en er zijn bergen. Eén dat bergen. En dat is ongelooflijk dat je gelooft ook als kind. Dat je denkt, dat zal wel. Ja. Dat zal allemaal wel. Dat is de kerncentrale van Mol. Maar dan, want het dorpje heet Rupsentros, denk ik. Mm-hmm. De wijk heet Rupsentros, die gaat verdwijnen. Ja. En misschien moeten we voor de teenagers... Ik weet niet of veel teenagers naar uw dingen kijken, maar het verhaal is eigenlijk gewoon... De kat is een milieuactivist en er komt een fabriek van Oscar Diaz. En die wil een wijk maken. En hij wil de kat... De kat wil dat niet. En die vecht tegen de fabriek eigenlijk. Het is een, de eerste milieuactivist, laten we daarvan uitgaan. Ja, het is de Anuna de Wever van de jaren 70 eigenlijk. Ja, beter kostuum wel. Ook beter, een beter kostuum. vooral ook, zeker in die eerste aflevering, omdat je krijgt geen introductie van de kat. Nee, die is er. Die is er gewoon in een keer. Ja. En het is al bijna meer het spul van nachtmerries. Hoe dat hij zo wat casual die een bureau binnenstapt... Met die nemmer modder. En zo eerst nog een krant neerlegt. En daar zo een klein beetje van die modder op uitkapt. En daar zo wat gaat bij. Waarschijnlijk omdat ze van de productie hadden gezegd... Pas op, dat tapijt heeft hier genoeg gekost. Je gaat dat daar niet op uitkappen. Dat zal het wel zijn. En dat alles... Ik denk dat het ook trager vooruit gaat. Omdat er gewoon soms ook heel veel ontbreken van achtergrondmuziek is op bepaalde momenten. Alles in die bureaus, dat is zo droog... En allemaal zo één op één. Ja. En je voelt daar ook geen dreiging. Ik voelde daar meer verwarring van. Ja, maar wat gebeurt er hier nu eigenlijk? Kent je die kat, dude? Of hij blijft er heel kalm bij, Oscar Diaz? Dat vind ik ook. Maar Oscar Diaz in het algemeen blijft altijd heel kalm. Want in de eerste aflevering, moet ik zeggen, zegt hij de zin... Grijp die kat. Zegt hem 5 keer of zo, denk ik. Grijp die kerel. Ja, grijp die kerel. Grijp die kat. Grijp die... Maar het goeie is... maar over de muziek gesproken. Mm-hmm. Dat is van Pierre Dutour. En dat is een fantastische muzikant. En die begint generiek. Ik zeg altijd generiek, hè. Omdat dat veel beter klinkt dan generiek. Start het, hè, generiek! maar dus, dat is zo'n goeie nummer. En ook... Soms zitten daar bij de achtervolgingen en zo... Die nummers zijn echt... James Bond-worthy, als je naar die muziek luistert. Mm-hmm. Echt waar. Daar zit ook zo wat van die psychedelische elektronica in. Dat ik denk, daar heeft die Pierre weinig mee te maken gehad, denk ik. Maar voor de rest, die trompettoestanden en zo, dat is echt keigoeie muziek. Want ik ben beginnen zoeken, maar er is geen soundtrack van of zo. Ik vind het toch niet. Maar dat is keigoed, die muziek. Vinylke. Zo een VRT nu vinylke. Zo alle rauwe klassieke dingen, zo'n paar dingen op vinyl uitbrengen. Dat zou keigoed zijn. Ik denk dat ze dat bij veel doen, zo gelijk Kulder Sipken enzovoort. Dat zou heel hard verkopen. Ah, maar dus heel de serie op vinyl zetten dan? Bedoel. Ja, maar dus niet... nu dat je het zegt. Ik zat te denken van klassieke soundtracks van VRT-reeksen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je ze op vinyl zet, maar eigenlijk
zoals spoken word, dus de reeks op vinyl zetten, zou eigenlijk ook nog goed werken. Ah, natuurlijk. Je toont gewoon 5 foto's van alle 5 de actiescènes uit de kat. Dan kun je ze zien. Ja, en veel actie is er ook niet. Maar je staat mee, dat je denkt van, mis ik iets? Ah ja, nee, nu springt hij van een dak of nu glijdt hij naar beneden. Ofwel moeten wij... Dus je hebt dan de serie, grijp die man. En dan moeten wij zeggen... Ja, het is ongelooflijk wat de kat nu doet, want die glijdt dus van een dak en dan zit hij in een buggy en die rijdt weg. En de rest, die oranje mannen lopen erachter en die vallen heel te tegen elkaar. Want daar zitten ook topacteurs tussen, hoor. Tussen dat is. Max... hoe heet hem nu weer? Dat was zo'n soort megacomisch talent. Max Schroer? Nee. Godverdorie, ben ik zijn naam vergeten. Max Schnoer. Max Schnoer, ja, dat was zo... Een mega komische acteur. Mm-hmm. Weet je wat heel raar is? Ik ben natuurlijk niet van die generatie, want ik ben nog niet zo oud. Maar het leuke is, als je moet filmen bijvoorbeeld met Warre Borgmans, mm-hmm. een van mijn grote helden, en nu mijn rechterhand als de kapitein bij de Sint-intredes, mm-hmm. Die kan daar magistrale verhalen over vertellen, over heel die generatie van... komische acteurs en komische... Max Schnoer was ook zo'n acteur. Dat was zo... En je ziet dat ook, hè, want die moeten zo de comic relief erin doen. Namelijk tegen een boom lopen, tegen elkaar lopen, tegen een deur van een auto lopen. Het is grappig dat je Barre Borgmans vernoemt. Want ik moest gisteren aan hem denken, omdat Warre heeft... de Vlaamse stemmen gedaan van Woody in Toy Story. Mm-hmm, mm-hmm. En dat is zo... Er zijn daar een paar... Want ik heb die als kind van eerst keer in het Vlaams gezien, Toy Story. Ah, ja, oké. Dus Warre is een beetje de Tom Hanks van Vlaanderen op dat vlak. en ik wil hem nog altijd gewoon like, met een voicemail laten inspreken. Niemand doet dat nog. Maar ik wil gewoon Warre met een voicemail laten inspreken met een van de zinnen. Oftewel, er is zo die scène in Toy Story... Als Woody weer even een pop is en dat gaan zijn koor trekt, heeft hij zo 2 of 3 quotes. Ja. En ja, ik doe die nog altijd in het Vlaams, omdat er zit een slang in mijn laars. Iemand heeft een waterput vergiftigd. Dat zit op mijn trommelvlies gebrand en ik wil gewoon dat Warre die inspreekt op mijn voicemail. Je moet dat vragen, die gaat dat direct doen. Maar goed, die gaat dat direct doen, de Warre. Maar ja, dat kwam net in mij op. Ja, maar nu... Dus een tijdje geleden, namelijk een paar jaar geleden, had ik het lumineuze idee om een remake van De Kat te maken. Top idee. Nog altijd een top idee. Ja, ik vind dat ook. En ik heb daar toen in de tijd met Erik van Looy over gebabbeld. En nog een paar andere mensen. En heb ik ook zo contact gezocht met Rick Andries, de acteur die De Kat speelt. Die leeft nog. Ja, en die heeft... weinig gedaan nog daarna. Ja, allee, die heeft heel veel gedaan. Hè. Die heeft superveel gedaan. Maar die heeft weinig televisie nog gedaan. Ik denk dat hij in Keromar nog gespeeld heeft, maar dat was voor De Kat volgens mij. En dan in Thuis heeft hij nog even meegespeeld. Maar die wil daar blijkbaar nog weinig mee geassocieerd worden. Dat is jammer. Terwijl, het zou zo cool zijn... maar ik ben misschien nu al te oud, dat weet ik niet. Dat ik De Kat zou kunnen spelen, dacht ik altijd. En dat hij Diaz zou kunnen spelen. Ah, dat is keigoed. Dat zou ik ongelooflijk vinden. Absoluut. Alleen is de vraag, waar gaat het over dan nu? Hè? Want natuurlijk, het gaat nog altijd over milieuverontreiniging. Mm-hmm. We zijn al zoveel jaar verder. We zijn al zoveel... Waar moet het dan nu over hebben? Het is nog altijd een issue natuurlijk, maar... En daar was het heel groen en heel... was dat zo het begin van... Hè, want op een gegeven moment zegt die vrouw die daar dan in het zuiden van Frankrijk woont... We zijn de stad ontvlucht, want er was zoveel lawaai en vuilnis. En dan denk ik, toen niet, hè, denk ik. Allee, maar, nu. Ja, nu wel, ja. Maar dus dat is de enige vraag. Wat is uw aanknopingspunt dan nu? Is dat ook een bedrijf dat iets gaat onteigenen? Want dat gebeurt nog altijd. Of moet het take it to the next level?
dat een bedrijf is dat de ruimte wilt ontginnen, hè, zoals ze nu aan het doen zijn. Of zo. Ik weet het niet. Hè. Dat is altijd zo'n issue bij mij waar ik van denk, ik weet niet goed wat ik daarmee aan moet. Ik denk dat de vraag is, van laat je de kat globaal gaan of laat je meer zo één gemeente pakken waar hij het daar allemaal gaat fixen? Want je hebt global warming, en dat moet hem wel heel universeel gaan natuurlijk. Of hij pakt gewoon de problematiek van één dorp aan, dat misschien een corrupte burgemeester heeft of een corrupte minister van welzijn of zo. Ik denk dat dat interessanter is, want als je in zo'n kostuum globaal gaat, gaan mensen zeggen, nee, dat hoeft niet. Je bent heel rap een meme eigenlijk, voordat je een superheld bent. Ik denk het ook. Maar ik speel nog altijd wel met het idee, uit een nostalgie. Ik vind dat een goed idee. Als je ziet dat en dat was toen ontstaan in een tijd dat hadden zo Starsky & Hutch met Ben Stiller en Owen Wilson. Mm-hmm. Je had zo allemaal remakes. Charlie's Angels, thuis, die laatste is afschuwelijk. Laatste, ik heb die 10 minuten uitgekeken op een vliegtuig en toen wou ik dat vliegtuig neerstorten. Nee. Dus, maar dus in het kader van, of misschien moeten we inderdaad eens zien welke series zijn belangrijk geweest. Want ze gingen een film maken van Kapitein Zeppos. Ja, met Carrie Goossens. Met Carrie Goossens in de hoofdrol. Terwijl de Warren is gewoon Kapitein Zeppos. Laten we daar, nu dat we het toch over de Warren hebben. Ja. Het is gewoon, die lijkt gewoon op zijn gevaar in het klein. Allee, dus maar het kan nog altijd wel iets zijn, denk ik. Dat zou dan ook de eerste, na Mega Mini natuurlijk, de eerste grote Vlaamse superheldenfilm zijn. Dat zou wel cool zijn. Ik zou het heel cool vinden. En ook, de kat heeft iets, daar heb ik met Fokke al eens in gesprek over gehad, waarom dat Fokke Iron Man de beste superheld vindt, omdat dat gewoon een mens is, die wel iets heeft natuurlijk, hè? Mm-hmm. Namelijk dat spel in zijn borst. Ja. Terwijl de kat, die heeft niks, die is niet sterk, die kan gewoon goed met een brommer rijden en vliegen, en goed met miniatuurvliegtuigjes vliegen. Maar die heeft geen bovenmenselijke krachten. Wat zo goed is. Dus dat werd allemaal op pellicule gedraaid. Wat heel veel geld kostte in de tijd. Nog altijd trouwens. En je ziet soms dat er keiveel fouten in zitten. Maar waar ik zeker van weet dat Senne Rouffard zei, het is goed, volgende scène. Zo, met fiets die omvalt. Een auto die verkeerd stopt. Zo allemaal dingen dat je zo denkt. Allee, gast, moesten nu dat doen, dan zouden ze zeggen, nee, we gaan dat nog even doen. Komt goed. Ja. Maar dat gebeurde niet gewoon dan. Want dat was, we moesten doordoen. Het is gedraaid ik heb het ergens gelezen, op 80 draaidagen of zo. Ja, 13 afleveringen op 80 draaidagen. Dat is heel veel, hè. Allee, dat is belachelijk. En dus in het zuiden van Frankrijk en in Mol, hè. Ja. En je ziet soms heel goed verschil als ze een scène hebben in het bureau in Mol. Mm-hmm. En dan ineens daarna is dat een scène in het zuiden van Frankrijk. Die vrouwen hebben allemaal langer haar, die zijn bruin. Die hebben zoiets van, dat is hier de tijd van ons leven. Dus je ziet, die zitten in een totaal andere mindset dan in die fabriek in Mol. De wenkbrauwen zijn ietsje meer gesmolten ook. Voilà. Die zien er goed uit. Die zijn, ja. Maar het blijft wel een fantastische serie. Allee, ik vind dat we daar echt eens... Ik heb ook eens gedacht om zo een screening te doen daarvan. Zo'n soort marathon. Want elke aflevering duurt maar 25 minuten. En een marathon screening met... Maar dat gaat nu allemaal ook niet. Met veel volk. En met alle acteurs die er nog zijn erbij. Dat zou ik fantastisch vinden. Gewoon. Want dat snap ik niet, dat ze dat bij de VRT nooit gedaan hebben met die klassiekers. Ja. Zou toch leuk zijn? Of desnoods... misschien moeten we dat eens organiseren, samen, dat je gewoon, als je terug zalen mocht vullen en zo, wat dat jij doet met je... Hè, houd het voor bekeken en zo van die dingen. Dat je mensen uitnodigt en... Zegt, breng
uw twee favoriete afleveringen mee van Whatever. Ja, een soort van cinema canvas, maar dan... Ja, maar dan leuk. Ja. En dan... ja. Maar dan met kijkers, ja. Ja, ja. Nee, maar gewoon in een zaal. Niet, dat moet niet gecapteerd worden. Hè, want ja, dan moeten wij rechten betalen. Heel de shit en zo. En dat je gewoon... En je nodigt ook wat van die acteurs uit. En je zo'n soort Q&A met de afleveringen erbij en zo. Dat zou zo plezant zijn. Oh ja, tuurlijk. Zelfs van kapitein, maar zelfs van kan me niet schelen, van de kampioenen of van zeg eens A. Allee, ja. Zo dat nostalgie, van nostalgie is altijd hip, hè. Zo. Ja, maar dat zou, ik denk dat dat nog wel een aangename avond kan zijn. Weet je wat trouwens goede castings zijn voor de huidige katversie? Nee. Niet Geert van Rampelbergen. Geert van, inderdaad, dat was letterlijk wat ging zijn. Nee, de uitvinder. Vincent. Die werd gespeeld door Hugo Prinsen, wat eigenlijk de vader is van Thomas van der Veken. Ja, dat weet ik. Wat wel cool zou zijn, moest je Thomas van der Veken voor de nieuwe uitvinder vragen. Ja, maar natuurlijk, dat moeten we sowieso doen. Dat hij gewoon like, het atelier van zijn vader overgepakt heeft of zo. Ja, keigoed. Want dat snap ik bijvoorbeeld niet in James Bond. Dat ineens die jongen doet daar staan in de plaats van John Cleese. Maar, ah ja, zo. Ja. Maar dat, snap, dat is een heel goed idee. Dat is een heel goed idee. En dan, ja. Want je kunt natuurlijk zo'n soort... wacht, heb ik kunnen voor de kat? Ik wil dat zelf spelen, hè. Maar dan... Maar, ja, stel dat je iemand jonger moet hebben eigenlijk gewoon. Ja. Ja, dan moeten ze een soort Sieg den Donker of zoiets nemen, denk ik. Eigenlijk wel, ja. Begrijpt wat dat doen? Ja, ja, van helden. Dat soort figuur. Ja, ja, van helden. Zo'n kerel. Want ik heb daar zo mee gefilmd in die heldenfilm. En dat is wel impressionant als die binnenkomt. Dat zo, ik heb dat zo met een paar gasten. Hè. Dus je hebt zo... Ik denk drie gasten die ik ken. Als je daarmee op café gaat, dan krijg je superheldenkwaliteiten. Namelijk, dan worden onzichtbaar. Dat is Matthias Schoenaert, Sieg den Donker en Megatrobi. Ah, ja, ik ging net zeggen, Louis Talpe. Ik heb nog nooit in het echt gezien, maar die ziet er 3 meter groot uit en 2 meter breed. Dat is ook. En dat is, als je daarmee ergens binnenkomt, dan kun je alle portefeuilles pikken, de kassa leegroven, gratis drinken heel de avond. Want iedereen is daarmee bezig. Ja, dat is... ik snap wat hij bedoelt. Dat doet mij denken aan... ik heb ooit Johnny Depp op Graspop gezien. Ja? Op podium wel degelijk, niet gewoon... Niet gewoon tussen het publiek. Ja. Nee, die was niet gewoon like, een t-shirt aan het kopen van Diablo Boulevard of zo. Nee, die heeft zo'n supergroep met... met Alice Cooper enzovoort. Wat eigenlijk gewoon een hele dure coverband is. Ja. En het grappige was, die kwam op en ten eerste gevoeld de luchtvochtigheid gewoon stijgen op die weide. En dat eindigt met alle vrouwen vooraan. Ja. En alle mannen zo wat kwaad aan de toog, aan het hijsen van... Zo knap is hem niet. Zo knap is die. Valt eigenlijk allemaal nog goed mee. En die band is niet zo goed. Maar eigenlijk iedereen dat daar aanwezig was, zoals man als vrouw, wist... Als die nu naar mij wijst en kom maar backstage, dan ben ik weg. Ja, sowieso. Allemaal, man of vrouw, als die gewoon naar u wijst, hebben ze iets van, het is goed, je kan mij krijgen, we gaan allemaal mee. Ja. Dus die kwaliteit zoekt eigenlijk voor de kat. Eigenlijk wel. Ja. Nog een ander leuk rock, weet je. Nu dat we toch in de wereld van de rock en roll verzeild geraakt zijn. Ik heb heel lang Werchter gepresenteerd. Dat weet ik. En op een gegeven moment zie ik een vrouw staan in de backstage met een KW aan, botten en een pint in haar handen. En ik viel omver. En dat was Liv Tyler, de dochter van de Aerosmith-zanger. Een knappe vrouw. Een van de mooiste vrouwen van de wereld. En ik dacht, amai, dat is... Want die was samen met mij de zanger van de Kings of Leon. Dus die stond daar, gewoon, echt in de KW. En die ging op plein en alles, en zo, om een pint te drinken. Dus ik had dat verteld tegen een aantal vrouwen. Van, die staat daar en dat is onwaarschijnlijk. En die hadden allemaal zoiets van, ja, dat zal wel. En die gingen allemaal één voor één kijken en die kwamen terug en die zeiden, je hebt gelijk. Dat was ook, dat was echt een soort engel. Allee, zoals ze in Lord of the Rings eruit zien, zo ziet hij er echt ook uit gewoon.
Maar ja, dan ja. Met een KW, een botten en een pintje. Dat is soms ook vochtig gewoon in de gauw, hè. In Mordor. De gauw is een beetje het weichter van de fantasy world, eigenlijk. Dat is waar. Hij komt sowieso thuis met evenveel gelijk modder aan uw voeten. Ja, en ziektes waarschijnlijk en ook. Ziektes maar... ook, ja. Wat, los van de kat, naar wat keek je sowieso als jeugdtelevisie? Want dat is wat ik bedoelde, de kat was er zeker een onderdeel van. Dat wat was zo het... uw aanbod? Wat waren de dingen dat hij naar keek? Kijk, maar we hebben heel lang, en ik ga mijn ouders daar niet voor beschuldigen, maar we hebben heel lang geen distributie gehad. Dus we hebben heel lang alleen maar naar de VRT en RTBF kunnen kijken. Of de BRT en RTBF. De buren daarentegen, die hadden wel distributie. Dus ik ging daar naar de A-team kijken. Ik ging daar naar MacGyver kijken. Ik ging daar en dan ging ik allemaal bij de buren kijken. Ja. We hebben ook heel lang geen videorecorder gehad. Want mijn vader in zijn toen intelligente conservativiteit, ik zal het zo zeggen, dacht dat video's alleen geweld en seks waren. Tot mijn vader in videotabor bij ons op den berg is binnen is geweest en zag dat er ook video's van Woody Allen waren. Ja. Ineens kantelde dat en was dat van, oké, dat bestaat ook. Goed, dan kopen we een video. Terwijl daarvoor moesten we altijd zo mijn movieboxen sleuren. Ik weet niet of je dat nog kent, de Moviebox. Moviebox. Ken je dat niet? Nee. Ander, jongen, echt. Ik moet wel zeggen, ik heb, en ik ben dan een ander decennium. Ja? Ik heb pas later thuis, ook pas heel laat, commerciële zenders en een videorecorder gekregen. Oké, maar dus voordat de videorecorder er was, of de mensen die dat niet hadden, konden in de videotheek de videorecorder huren. Dus je huurde die dan met 3 cassetten bij of zo. Ah. En je moest dat dan mee te voet sleuren naar huis. En dan aansluiten, wat ook al uren duurde, eer dat je dan... Ja, iemand... Ik dacht like, dat je zo een long aan het transporteren bent of zo. Of een hart naar het ziekenhuis. Een beetje dat. Maar dat was zo'n grote bak en de moviebox. En dan konden dus een videorecorder huren en video's. Ongelooflijk. Want ja, ik ga dat eens opzoeken of je dat nergens nog kunt vinden. Maar... dus we hebben heel lang... Eigenlijk ja, hadden alleen maar dingen als De Kat of Merlina. Of wat keken wij nog? Want dan zo Postbus X en zo, dat was allemaal zo juist erover. Maar dan vooral als de A-team met MacGyver kwam en Knight Rider. En dan was ik helemaal verkocht. Hè. Dan dacht ik van, dat is het eigenlijk. Dat was zo mijn... En zeker de A-team, want ik heb eens een aanvaring gehad met mijn ouders... Dat ik dus een aflevering van de A-team had gezien bij de buren. En dan zag ik die opnieuw op de RTBF in het Frans gedubt. Waarop Bien een zin zei. En dat denk ik, een van mijn broers vroeg, wat betekent dat? En dat ik zei, dat betekent, hij moet de zilveren kogel aan die en of die geven. En dat mijn vader furieus was, omdat hij zei, dus op school doe je niks en je onthoudt niks. Maar dat onthoudde wel dan. En dat was gewoon... Ah ja, omdat je... Ja, denk dat maar dat is interessant, hè. Allee, dat is kennis dat je wilt hebben. Ja, natuurlijk. Hey, zondag, ben ik een hele dag naar mijn oude school teruggegaan, samen met Erik Groens, om te praten over zo uw resultaten in de lagere school en zo. En dan heeft hij rapporten voorgelezen. Sander, dat wilde niet weten. Wat dat daar allemaal in stond, dat ik... ooit nog in leven ben gebleven, dat is een wonder. Ja. Maar ik merk wel dat daardoor mijn interesse ergens helemaal anders lag. Dat lag bij film en dat was in de tijd ook... Ik ben met mijn vader wel naar Star Wars en Empire Strikes Back in de cinema gaan zien, achter elkaar. Ja, dat was wel... Fascinerend. Dat was zo mijn begin. Ja, ja. En dan was De Kat... En ik had dan een fascinatie voor Batman en Spider-Man en dit en dat. En dan ineens kwam De Kat en dan denk ik, oké, we zijn er. Ja. Ja, ja. Nu kunnen we vertrekken. Dat is grappig dat heel veel mensen hebben zo een start in een bepaalde soort popcultuur.
En dan vinden ze uiteindelijk zo een vertakking dat dan volledig hun ding is. Ja. Er zijn zoveel mensen, dan misschien nog van een generatie juist voor u, die bijvoorbeeld heel grote fan van James Bond waren. Mm-hmm. Als in James Bond was hun superheld. En toen ene keer dat zo Indiana Jones naar voren kwam, dat iedereen dacht van nee, dat is het. Het is meer dat. Ik zie mijn eigen nog meerder als de avonturier met de zwepende jungle dingen gaan ontdekken dan de suave Britse geheim agent. Ja, maar ik denk dat je daar nog een onderscheid in moet maken. Namelijk dat James Bond iets van alle tijden is. Mm. En dat bestaat al, ik weet niet, de eerste Dr. No, ik weet niet van meer dat die juist is. Maar dat dat ook de gemiddelde huismoeder en de gemiddelde bejaarden aanspreekt. Want dat is waar. Dat is gewoon een spion en dat is spannend. Terwijl Indiana Jones is al next level, hè? Dat is al avontuur. Maar ik weet dat ik nog... dus mijn oom heet Johan Leijzen, dat is een bekend acteur, mm-hmm. die met George Clooney en Anton Corbijn al gewerkt heeft en zo van die dingen. En die woonde in Amsterdam. En ik weet nog dat ik met mijn broer samen met hem in Tuschinski in Amsterdam naar de Temple of Doom ging kijken als kinderen. Ja. En dat dat echt zo voor ons een openbaring was van holy fuck, wat een goede film is dat. Ik heb dat nog altijd, hè. Mm. Ja. Om de zoveel weken kijk ik Indiana Jones, hè. Ah, echt? Ja, hè, omdat dat blijft... Ik kan dat niet verklaren waarom dat ik dat goed blijf vinden. Die liggen standaard in mijn kamer. Ik heb dan een projector. En als ik niet goed weet wat doen, kijk ik naar Indiana Jones. Dus dat is maar een stukje, hè. Ja, ja. Ja, ik snap dat wel, oké, ja. Dat zul jij misschien met Jurassic Park ook wel hebben, dat je... Dat is een jaarlijkse rewatch. Ik heb dat nu als een soort van comfort food, heb ik dat nog vaker met Marvel films. Ah, ja, okay. En zo bepaalde scènes en zo. Mm-hmm. Omdat, weet je, zo het hele... Alle superhelden ooit tegelijkertijd op het scherm in Endgame. Ja, maar dat vond ik... Ik ben beginnen wenen, hè. Ja. Ik geloof u. Ik snap het. Echt, ik zat met tranen in mijn ogen. Terwijl dat ik tegelijkertijd dacht... die zijn daar nooit allemaal samen geweest, hè. Allee, ik bedoel... Ja, en toch, weet je, het is het ding van in niet denken dat je in 2019 ooit een comic book panel tot leven ziet komen eigenlijk op het scherm. Nee. Maar ik was daar echt van... maar dat snap ik ook wel. We hebben nu zo Disney Plus en dan durf ik ook wel eens ineens... ik ga toch nog eens naar Thor kijken of ik ga toch nog eens naar... En het rare is, veel mensen van mijn generatie, ik word 50 binnenkort, mm-hmm. snappen daar geen holio van. Hè? Ja. Ik heb een hele goede vriend waar ik samen mee schrijf aan mijn comedy shows. Die is zelfs jonger dan ik. En die heeft een van de beste uitspraken ooit gedaan. Ik wou iets doen over Star Wars in een voorstelling. En die zei, Star Wars, niemand is daarin geïnteresseerd. Ik zeg, wacht even. Heel de wereld kijkt daarnaar. Iedereen weet wie die figuren zijn. En dan zei hij de geweldige zin. Maar ik geloof dat niet, want dat is niet echt. Dan denk ik... En dat is... Ja, ik heb zo'n hoop vrienden die ook zo van een nuchterheid zijn. Die zeggen van, nee, zo... Die Infinity Wars, dat interesseert me niet. En dan denk ik, ah ja, mij wel. Ik word daar wild van, op een of andere manier. Ik wou u eerst nog iets anders vragen. Oké. Okay. Ik wou u nog iets anders vragen. Stel, we maken een remake. Hè? Mm-hmm. Want jij, mits wat geschoren, zou jij ook op Diaz kunnen lijken. Hè? Hoe dat hem er daaruit ziet. Hè? Ik weet niet hoe dat in de serie. Tuurlijk. Moest jij een kostuum aandoen? Ja. Maar zouden dan... Dat is mijn grote bekommernis. Maakte daar een soort Marvel-achtige, onwaarschijnlijke, grave actiefilm van? Of pakte de campiness van de serie mee? Hè, bijvoorbeeld die gasten in die oranje overal, dat is belachelijk. Die lopen tegen elkaar, dat is slapstick. De manier waarop ze spelen, de manier waarop alles eruit ziet... Pakte dat mee of pakte dat niet mee? Of zoekte... Want dat was ik aan het denken. Ik ken eigenlijk geen film waarin dat ze dat
Ja, misschien bij de Spider-Mans van Sam Raimi heb je dat ook nog wel. Dat dat zo wat campy is en toch ook echt... Mm. Dat vind ik een moeilijke. Ik denk dat de beste move is dat je gewoon straightforward gaat. Dat je er wel humor in steekt, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dat je niet probeert campiness te recreëren of zo. Ik denk dat dan een dubbele bodem is dat verloren gaat gaan aan de doelgroep die er eigenlijk het meest naar gaat kijken. Namelijk kinderen, jeugd. Ja, maar dat is het verschil, want die kennen dat niet. Dus mijn generatie, gaat daar naar willen gaan kijken. Want denken van, holy fuck, de kat. Mm-hmm. Dus je gaat wel zo referenties moeten hebben dat iemand verschijnt in dat kostuum. En dat je denkt, nee, het is niet waar. Maar dan blijkt dat iemand te zijn die, ik weet niet wat, de loodgieter is. Die toevallig zo'n kostuum aan heeft. Ja. En dan zie je later de echte kat. Allee, je gaat wel verwijzingen moeten hebben of referenties. Ja, of het is een pre-kostuum. Hè? Een beetje gelijk als je Spider-Man voor de eerste keer ziet. Ja. Dat hem zo dat zo wat zelf gemaakt heeft. En dan kun je hem introduceren naar Thomas van der Veken, aka de uitvinder, die hem een deftig pak maakt. Oké. Okay. Ja, je hebt gelijk. Ja, het moet wel... Het moet, ja. Maar waar ik ook heel hard mee moest lachen, was een scène dat er honden aan het blaffen zijn bij Oscar Diaz. En dat hij ineens doet... Miauw! En dat die honden zwijgen. Maar die doet dat een paar keer. Want dat ik is... weet het. Ik weet het. Maar dat is eigenlijk zijn grootste skill, hè, als superheld. Dat hij goed een kat kan nadoen. Die doet dat ook in het begin, denk je, dat hij zo bij die griet aan... Aan die een toog, zegt hem ook. Aan zo even zo... Miauw. Dat ik denk van, wat? Die griet die heeft toch haar ontslag gediend meteen daarna van, dit is te raar. Dit is gewoon te raar. Oh, maar ik zou het wel ongelooflijk vinden. En ik kan het ook iedereen aanraden om nog eens naar te kijken. En ik weet niet of je ze allemaal... Jij zult dat wel weten, of je dat op YouTube kunt vinden. Allemaal die staan op 14 nu. Ja, ah ja, oké. Okay. Ze staan allemaal op 14 uur. Ongelooflijke serie. Ja, en ik blijf het... Hetgeen wat ik mij nog herinnerde, namelijk... Mijn ouders wonen vlakbij Gasthuisberg. Dat is een immens ziekenhuis in Leuven. Mm-hmm. En ik had een vriend ergens in de buurt, maar ik ben zijn naam kwijt. En toen ze daar aan het bouwen waren, stonden daar ook allemaal graafmachines en zo. En dan tekende ik dat hoofd van de kat na... En dan gingen we dan met plakband op die graafmachines plakken. Ik in dat masker van Batman met die afgeknipte oren en hij met een bivakmuts. Gewoon alsof... Die versie wil ik ook wel zien, natuurlijk. Als je die nu zo draait... Ah ja, maar dat is zo een beetje zoals bij dingen met Jack Black en Mos Def. Ja, zo wat Be Kind Rewind eigenlijk. Be Kind Rewind-achtig. Zouden ook kunnen doen. Dat zou ook een goede optie zijn. Zo een gast die... opgegroeid is met de kat en dan de kat zo wat gaat spelen in de echte wereld. Dat zou ook heel grappig kunnen zijn. Ja. Maar die dan in die end echt een soort kat wordt. Dus het eindigt sowieso met die gast die gearresteerd wordt. Daar komt het eigenlijk op neer. Check it. Dit was Ben je nog aan het kijken voor deze week. Voor de geïnteresseerden, de kat is te vinden op VRT nu op dit moment van opname. En voor de liefhebbers van tastbare media is het beschikbaar op DVD aan een diversiteit van prijzen. Ik dank jullie voor te luisteren. Aarzel niet om iets te droppen op Facebook, Instagram of Twitter als je genoten hebt en de show wilt delen met uw volgers. Ik was Xander de Rijke, jullie horen mij volgende week weer terug en dan bingen we weer iets anders in. Ben je nog aan het kijken? Xander de Rijken.